hoe was het voor jullie om als trans uit de kast te komen op je werk? Ik ben uit de kast gekomen als trans toen ik in de horeca werkte. Ik had veel collega's, een stuk of 70 denk ik, al met al. En wat ik eigenlijk heb gedaan, ik heb een mailtje opgesteld, heel kort maar duidelijk. Zo van, hey, jullie kennen mij allemaal als Sanne, nu wordt dat Bart. En ik ben daar al een tijd mee bezig. En ik vind dat het tijd is dat jullie dat ook weten. En als je vragen hebt, stel ze alsjeblieft. Ik ben daar heel erg open voor vragen. En dat was het in het heel kort. Ik werkte, voordat ik met Bart en Chris werkte, 4 jaar lang bij een productiehuis. Ik leefde heel erg in een dubbelwereld. Want bij mijn vrienden en dergelijke was ik wel uit de kast. En op mijn werk nog niet. Omdat ik het allemaal een beetje ingewikkeld vond. Goed, op een gegeven moment werd dat een beetje wringend. Dus toen heb ik op een gegeven moment mijn baas gevraagd, zou je mijn e-mailadres kunnen veranderen in Joe? En dat deed hij eigenlijk zonder te vragen. Hij vroeg, oké, moet ik jou dan ook vanaf nu Joe noemen? Ik zeg, nou, dat zou wel prettig zijn. Heb je nou ook een vraag aan een van ons of aan ons alle drie? Stel ze dan hier in de comments of stuur ons een privéberichtje en dan gaan wij ze voor je antwoorden.